zijn hier vanavond bij Architect Café, waar kennisdeling centraal staat voor software developers die op zoek zijn naar de architectenrol en voor de ervaren architecten om kennis met elkaar te delen. Welkom hier allemaal bij het Architect Café. Ik vind het echt fantastisch. Ik bedoel, het is niet alleen het delen van kennis, wat ik sowieso wel leuk vind, maar ook de herkenbaarheid wat gewoon speelt bij alle architecten en developers. In deze talks ging echt wat meer over het zijn van een architect. Hoe pak je zoiets aan? En niet echt puur op het niveau van tech, maar ook echt de business. Right? Dat is een hele andere manier om eigenlijk te kijken naar je werk als iemand in de IT. Het is niet meer zomaar code schrijven, het is echt op groot niveau met de business meedoen. Ik heb verteld over mijn opdracht bij BKW en ik ben ingegaan op de techniek, maar ik ben ook heel zeker ingegaan op de soft skills die ervoor nodig zijn. Ik merkte uit de zaal, zeg maar, die hadden allemaal dezelfde ervaring, kregen dat ook terug. Dus dat vond ik heel leuk om te horen. Soms is het best lastig als je bij bedrijven zit. Dan zit je heel erg in de bubbel van je eigen bedrijf en dan heb je misschien wel architecten waar je mee kan sparren. Maar juist om met andere architecten te spreken die niet in jezelfde bubbel zitten, die anders tegen dezelfde problemen aankijken, dat maakt het dan heel interessant om hier juist een keer naartoe te komen, denk ik. Ja, we zijn hier aan het eind van een super geslaagde architectcaféavond. We hebben twee fantastische presentaties gehoord van mezelf en van Erik Jansen. Daarna zijn we op architectuurdilemma's ingegaan waar we onwijs mooie discussies onderling hebben gehad. Software developer en architecten. Dus wat mij betreft een prima avond om zo met een borrel af te ronden.